Zo. Nou, Ali. Ja. Ik denk dat jij wel bekend bent met ene Piet. Hij krijgt nog iets van jou. Als die man nu nog alarm wil slaan, kan het even duren voordat hij wakker wordt. Je gaat een maskerwinkel moeten overvallen. Hoe je dat gaat doen, is compleet aan jou. 20 maskers, waarvan 10 iets te maken hebben met kaarten. Maar meneer, doe even uw helm af, want we vinden het fijn om met de klanten te communiceren. Als je één domme rotbeweging maakt, is het klaar. Ik neem gewoon die maskers mee. Dat is zo simpel iets. Je doet daar 10 maskers in, jij ook. In dit rotbusje stoppen. Nu erin. Neem dit busje mee. Klaar nu. Ik weet niet hoeveel ik er heb. Ik heb geen flauw idee hoeveel ik er heb. Maar we gaan die kant op. Mijn collega gaat tellen. Prima. En dan zal hij het antwoord geven of het genoeg is of niet. En als dit niet genoeg is, dan... Hoeveel zijn het er? Hoeveel missen we nog? Wat missen wij nog? 5. Weet dat het niet de bedoeling is, hè? 5 kaartmaskers. Voordat deze video begint, dankjewel voor de support. Like even als je van Roerveen Crimes houdt. 3000 likes. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Veel plezier met kijken. Let's go. Dus wat heb je daar fout gedaan? Nou, ik zeg het. Ik kon echt geen moment langer blijven. Ik sta daar. Trek die dozen waren traag. Ik weet niet wat er ik met die gasten aan de hand was. 10 kaartenmaskers. Ik dacht dat ik 10 kaartmaskers bij me had. Ik dacht echt dat ik 10 kaartmaskers had. Ja, blijkbaar niet. Nee. Ja, nee, ik pik dit sowieso niet. Eigenlijk zou ik nu je been moeten schieten, maar ik spaar je. Je mag teruggaan. Ik mag terug naar de winkel. En de nieuwe 5 kaartmaskers 5... halen. Ik zie je over 20 minuten. 20 minuten de tijd om die laatste 5 op te halen. Gadverdamme, moet ik weer helemaal terug. Ik ga dus zeker niet met dit busje. Vuurwapen, die vind ik ook niet meer veilig om op zak te hebben. Ik denk dat ik wat anders gebruik dan een vuurwapen. Te gevaarlijk om nu terug te keren daar met vuurwapen en al. Dus ga ik gewoon proberen heel sneaky te stelen, want die doos staat waarschijnlijk nog ergens klaar. Nou, daar gaan we jongens. We gaan het zien. Ga je pas weg als de baas er weer is, dat hij hier kan. Hey, jongens, ik heb er 2 al. Ik heb er al 2. Waar hebben ze die doos gelaten? Vreselijk. Oké, luister! Je gaat nu die maskers, je gaat geen beweging maken, jij ook niet. Ik beuk die deur open. Kom op met die maskers. Ik trek nu die deur. Als je de politie belt, hier, niet de politie bellen. Hier, trek je mobiel uit je handen. Kom naar voren. Maskers, ik pak die maskers van je af. Als je iets doet, ik laat ze trekken uit het laadje hier. Ik vind toch dat je mij met rust moet laten. Hé, hey, anders bok je even op. Nee, ik bok niet toe. Anders bok je nu even op. Weg hier, wie is deze man? Shefka, jij gaat mij nu die laatste masker geven. Dat ene laatste masker, ik heb er al 4. Als je die 1 rotbeweging maakt, is klaar. Jij gaat oprecht weg nu. Dat laatste masker of ik... Echt, dat zijn mijn maskers. Oh, meneer! Waar is dat laatste masker? Waar is dat laatste masker? Ik kan het ook zelf zoeken, hè? Ga die weg uit mijn fucking winkel. Pak het masker zelf wel. Hey. Hier. Kalo flikker. Ik mag je helemaal dood. Zo moeilijk was dat niet, jongens. Zo moeilijk was dat niet. Je gaat hier niet levend uitkomen. Nou, jongens. Wat een gekloot in die winkel. Echt waar. Gelukkig had ik een masker bij me. Probeert hij met de brandblusser in mijn gezicht te blazen. Ik heb wel een harde klap gehad, merk ik, met die stok. Hoe zien jullie dit zo lang? Nou, lang verhaal. Je bent 5 minuten te laat. Ja, maakt niet uit, ik heb die stinkdoos voor je. Ja, nee, je bent 5 minuten te laat. Ik heb toch wat gezegd, of niet? Ja, maar ik kan niet sneller. Het kon niet sneller. Ja. Een brandblusser in mijn bek gedouwd. Ja, dan moet je het harder handen gaan pakken. Heb je een vuurwapen gebruikt? Nou, de eerste keer wel. Maar, ik ga er niet met mijn tweede. Wat denk je daar? Je hebt kans dat er overal politie staat. Ik moet de tweede keer daar ook met mijn vuurwapen naartoe gaan. Ja, maar nu ben je wel te laat. Voor wat? Ik heb gezegd 20 minuten. Ja? En je hebt je doos toch? Ja? Je hebt je maskers. Ja, maar het is toch 25 minuten? Nou, oké. Ja, laat het niet nog een keer gebeuren. Oké? Prima. Je weet zeker dat het er 5 zijn? Ik weet zeker dat het er 5 zijn. Ik heb ze zelf geteld. Mijn collega gaat ze even passen. Als het niet 5 is, jongen. Ik heb er 2 uit zijn handen gerukt en eentje zat te kakken op de wc. 2 heb ik er gekregen. Die laatste heb ik zelf uit de kist gepakt. Je hebt niet gestopt voor de camerabeelden, toch? Nee. Zeker? Want er hangen heel veel camera's. Vast niet. Nou, als je ervoor opgepakt wordt, niet ons linken. Nee, dat komt goed. Wat een incapabele winkel. Echt waar. Dan meen je. Hoezo jij, Lucas? Wat doe jij? Vragen hoeven niet gesteld te worden. We zijn nou prima, je mag nog wel even blijven staan. Eerst niet genoeg dozen, daarna te laat. Oké, Marcus. Ja. Zoals Mees net al zei, je bent te laat. Ja. Er gaat ook zeker een consequentie aan hangen. Dus daar kan je zelf alvast op voorbereiden. Let goed op je naasten, mensen die je dierbaar zijn. Dan het volgende. Deze opdracht heb je in ieder geval succesvol afgerond. Binnen een paar dagen hoor je meer van ons. Prima. Ja? Prima. Maar hoezo sta jij hier? Sinds wanneer ben jij voor Piet aan het werken? Doet er niet toe. Weg. Doet er niet toe. Vragen zullen nou niet gesteld worden. Oké. Nou, ik ben niet meer welkom. Althans, niet voor nu. Hup, tempo. Ja. Rustig aan. Nou jongens, dan gaan we maar weer. Vreselijk.
deze opdracht. De vorige opdracht ging er me veel beter aan toe, maar ja, niet elke opdracht kan even goed gaan. Ze zijn boos, ik was 5 minuten te laat, maar ja, hè, ik ga zelf eerst even naar het ziekenhuis. Of even eerst omkleden, even een auto wisselen. Even mezelf laten checken, want volgens mij, het voelt niet erg goed op mijn rug. Ik heb een... alsof het niet erg kon, jongens. We gaan het allemaal zien bij de volgende opdracht. We zijn inmiddels een paar dagen verder. Vorige opdracht ging niet helemaal soepel, dus ik ben bang dat ik elk moment wel een belletje kan verwachten of iets anders. Volgens mij is Piet ook weer terug in de stad. Dus ik ben bang dat het allemaal niet zo heel goed is, maar we gaan het zien. Ha, er is een achtervolging gaande. Hier, daar gaan ze. Nou, daar zou je ze hebben. Hey. Hey, ik bel je even omdat ik kom zeggen dat jij je vast klaar kan gaan maken voor een volgende opdracht dadelijk. Is het weer zover? Het is zeker weer zover. Ik ben ook even de laatste voorbereidingen aan het treffen. Ik zal je dadelijk verder contacteren voor de verdere informatie. Moet ik vast ergens heen? Je wacht gewoon even op verdere informatie. Ik wacht op verdere informatie, prima. Oké, dat wordt wacht op verdere informatie, jongens. Laten we even iets verderop parkeren, dat we niet te dicht langs de weg staan. Ik ben benieuwd wat het vandaag weer is. Ik ben zeker benieuwd wat het vandaag weer is. Oké, we worden gebeld, jongens. We staan hier altijd, het is inmiddels donker. Hé, hey, makkers. Hey. Het is tijd. Ja. Jij gaat je vuurwapen in je huis leggen en met een 4-persoonsauto naar de locatie waar je vorige keer dat busje hebt afgeleverd toekomen. Prima. 4-persoonsauto, kom eraan. Ja, tot zo. Tot zo. We hebben een 4-persoonsauto nodig. Dat wordt even door Jurus pakken. Met mijn Bentley kan ik er dus niet heen. Dan gaan we deze per direct even in de garage zetten. En even naar de impound om mijn Jurus eruit te halen. Mocht wel even duren voordat ze me belde, hé? Jee, maar het is gewoon al donker. En ik moet mijn vuurwapen wegleggen. Ze willen niet dat ik mijn vuurwapen op zak heb. Gaan we ook even regelen. Onderweg naar de oude locatie waar we vorige keer ook waren. Dat was bij de vuilnisbelt of weet ik veel wat voor een rare locatie dat is. Ik ben benieuwd wat ze nu even van me willen. Nou, daar zijn we dan. Aangekomen op locatie. Niemand die me volgt, zover ik weet. Wel slecht om met de Jurus hier te rijden, maar hè. Daar staan ze. Zelfde outfitjes, zoals ze nooit zijn weg geweest. Goedenavond. Goedenavond. Zeg het eens. Het is tijd voor een volgende opdracht voor je. Nou, niet per se een opdracht, maar er gaat wat gebeuren. Heeft het iets te maken met die lopen in mijn nek? Zeker niet. Oké, dat scheelt. We gaan het volgende doen. Stappen dadelijk in jouw auto. Rijden naar een locatie waar ik zei dat we naartoe gaan. Prima. En daar rij jij gewoon naartoe zonder vragen. Ik rij. Prima. Zolang ik maar niet... vinden jullie het nog steeds nodig overigens? Ja. Wat ziet er ook eens gebeurd? Uiteraard. Oké. Okay. Auto kunnen we nou niet meer permitteren. Sinds dat jij de vorige keer aardig hebt verkloot voor ons. Jullie hebben gekregen wat jullie wilden, toch? Zulke fouten kunnen ons niet permitteren. Oké. Okay. Navigatie staat als het goed is. Ja. Top. Overbodig, maar prima. Nee. Helemaal niet overbodig. Hou die koude loop maar lekker in zijn nek. Heeft dit ook haast? Heb je er ook een tijdslimiet voor? Of? Ja, gewoon zo hard mogelijk doorgassen zonder schade. Dan kom ik tegenaan butsen. Nog wat dingen ervaren van de laatste keer? Hoe bedoel je dingen ervaren? Problemen met politie, problemen met mensen? Nee, politie is tot nu toe nog niet een probleem geweest. Wonderbaarlijk. Oké, mooi. 2 kilometer uit. Ook geen undercovers bij je gezien? Nog niemand. Niet zo dat ik weet in ieder geval. Wanneer ga jij mij vertellen waarom jij hierin zit? In dit hele complot? Zal binnenkort komen. Zal binnenkort, prima. Die locatie waar we nu heen rijden, dit komt me akelig bekend voor. Ja, is dat zo? Ja, en niet op een leuke manier eerlijk gezegd. Wat dan? Nou, ik heb wel wat mensen hier naartoe gebracht. In het verleden. Nou, dan ken je locatie. Ja, ja. Jongens, we zijn bij de martelkamer in de buurt en ik vind het niet leuk. Een paar 100 meter. Dat ik hier terecht ben gekomen. Ik kan het niet echt waarderen. Dan mag je me hier voorzetten en naar binnen gaan. Dan mag je dadelijk de... Als je binnenkomt, ja? Gelijk de eerste links. Oké, okay, de eerste links. Ja. Ja, de eerste links. De eerste links. Ja, deze links. Prima, ja. Willem! Hey, oh, jongens, oké. Okay. Piet, wat de fuck is dit, jongen? Waarom Willem? Goed, zet mij er dan neer, jongen. Ja, waarom Willem? Zet mij er dan neer. Max. Wat? De vorige keer is er iets gruwelijk misgegaan. Ja, maar dan ga je toch Willem niet daar neerzetten? Wat hebben we de vorige keer gezegd? Bij fouten worden er mensen om jou heen. De naaste weg. Precies. Maar het ging om een enkele paar seconden. Het ging om een paar seconden. Het ging om 5 minuten. Nou, 5 minuten. Is 5 minuten Willems iets leven zijn pijn waard? Ik weet niet wat je van plan bent. Ik weet niet voor wie je zo live doet, maar voor mij hoeft het. In die winkel heb je het aardig lopen verkloot, ja? En nou denk ik in één keer hier de boel te gaan bepalen. Zo werken we niet, ja? Mok. Wat ga je doen? Wat ben je Jij gaat iets doen. Wat ga ik? Ik ga niks doen. Jij gaat iets doen. Epic, hier heb je geen keuze. Daar ligt de vuurwapen, dat mag je gaan pakken. Mak. En dan? Ga je Willem schieten. Mag je trek overhalen? Ik ga Willem niet schieten. Ik ga Willem echt niet neerschieten. Zeker. Zeker. Pak dat vuurwapen op.
Ik ga niet die kamer binnen. Waarom? Nee, het is Willem. Wat denk je zelf? Willem is familie, dat weet je zelf ook. Het is Willem of het zijn al je naasten. Ga je Willem schieten, ja of nee? Of pak je naasten erbij? Dat is heel duidelijk. Goed zo, jongen. Wees, loop even met hem mee. Mak. Willem. Makkers. Nee. Makkers. Echt niet. Willem heeft nog een paar laatste woorden van advies voor je. Nee, Willem, je gaat dood. Ik ga je niet neerschieten. En wat ga jij dan doen? Ja. Iedereen die je lief hebt, laat sterven. Luister en luister goed. Willem wil dat jij een leven leidt zonder spijt. Dat je trots bent op hetgene wat je doet. En geen moment twijfelen over de keuzes die je maakt. Jij zegt het. Scheelt dat ik het je duidelijk heb uitgelegd, hè? Je hebt geen keus. Die 62 jaar waren mooi. Nee. Je mag de kleur erover halen. Hoe langer je erover doet, hoe vervelender dat het is. Haal die trek. Ja, maar wat denk je zelf, joh? Wat is Willem voor jou? Hé, het ding gaat erom dat ik hier een punt neerzet. Ja? Het punt is dat als je niet volgt wat ik doe, dat er nog meer naast komt. Wat als ik jou nou neerschiet? Dat zou ik niet doen. Er staan 4 vuurwapens op je kop. Dat is zelfmoord. Er zit een, Schiet maar. Het spijt me, Willem. Het spijt me echt, Willem. Klootzak. Klootzak, jongen, echt. Wat is dit voor zieke mindgame? Jongen, er zitten geen kogels in! Wat is dit voor kut mindgame? Ja, dat het deze keer duidelijk is dat de volgende keer dat je niet volgt wat ik doe en het doet in de lijnen dat het is, dat je dan wel naasten gaat verliezen. Voor de duidelijkheid, heb ik het vuurwapen zojuist onklaargemaakt. Ja, om een punt duidelijk te maken. Ziekem. Deze fouten kunnen we niet permitteren. Nee, dat blijkt. Wist jij je van, Willem? Tja, het was gewoon een afspraak. Geen idee dat het zo moest gaan lopen. Oké. Duidelijk. Zieke gedachtegang. Dan rijden we nog even naar een andere locatie en dan gaan we nog even wat volgende dingen bespreken. Prima. Ja. Nee, prima. Mag je de gun weer overhandigen? Mag ik afgeven aan Willem? Dat jij je van afvist, Willem. Echt waar. Absoluut. Echt waar, jongens. Echt waar. Allemaal voor wat kutmaskers. Ik weet wat er daar binnen de tweede keer is gebeurd. Oké. Nee, dat laten jullie blijken. Wat nou als hun aangifte hebben gedaan? Ja, dan was het een kutsituatie geweest. Wat nou als politie een kap heeft ingezet? Nee, ik weet dat het een fout was. Het ging niet soepel. Het ging verder van soepel zelfs. Ik hoop dat het punt zo duidelijk was. Willem wist in ieder geval dat hij een gun op zijn kop kon krijgen, hoor. Nee, dat wist hij niet? Nee, dat wist hij niet volgens mij. Hij wist niet dat hij naar mij weten. Ik moest even denken waar we waren, maar allemaal bekende locaties. Ja, natuurlijk. De oude herinneringen ophalen. Ja, hier hebben Renze Otter een keer gedrogeerd. Moet ik hier ook nog iemand nep doodschieten? Nee, nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen. Maar ik hoop dat punt wel duidelijk is. Ja, nou, duidelijk genoeg voor mij. Want ik had door, of zo leek het naar mij, dat het niet duidelijk genoeg was. Hoezo, niet duidelijk genoeg? Had ik die trekker niet overgehaald? Had ik het uiteindelijk niet gedaan? Je hebt het wel gedaan, maar zoals ik het hoor van mijn corrions was het niet goed. En als het slordig is, dan kan het terug naar ons komen. En daar heb ik geen zin in, dat weet je zelf ook. Nee, dat weet ik. Dus wat nu? Het is een redelijke tijd geweest sinds dat je hebt gestolen. Het begint tot zijn einde te komen. De transformatie van het ding wat je nodig hebt. Prima. En dan ga jij dat apparaat moet gebruiken voor jouw volgende opdracht. Welk apparaat ik gestolen heb of gepakt heb in het tasje toen de tijd? Ja. Oké. En wanneer krijg ik te weten wat het apparaat is? Van het moment dat je het in je handen krijgt. Oké, duidelijk. Ik weet niet wat je nog vragen had voor mij. Ja, waarom? Sinds wanneer zit jij weer bij Piet? Sinds wanneer ben jij weer deel van dit? Ik ben alweer een tijdje in contact met Piet. En de zaken liepen goed. De zaken liepen heel goed zelfs. Toen heb ik er weer voor gekozen. Ik was een tijdje alleen natuurlijk, na de val van Nexum. Yep. Nou, toen heb ik een kans aangeboden gekregen waar ik geen nee op kon zeggen. Geld? Nou, niet per se geld. Er zijn meer dingen in het spel. Nee. En die opdracht? Die zal een deze dagen jouw kant weer opkomen. Die zal een... Oké, prima. Dus gewoon afwachten tot je weer gebeld wordt en dan is het... Hetzelfde riedeltje als altijd. En dan mag je, dan hoop ik voor je dat je wel goed voorbereid bent. Want dan is het niet dit. Dan geef ik je wel een geladen pistool. En met, of dan doe ik het zelf. Hou je Willem er wel bij? Want ik bedoel, Willem betekent toch ook wel iets voor jou, neem ik aan. Ik kies naast als ik daar zin in heb. Oké. De zaken gaan voor. Duidelijk. Dat doet zeer. Dat doet heel veel zeer om te horen. Maar vooruit. Wat nu? Nu is het klaar? Dat is een waarschuwing? Mag jij in je auto stappen en dan hopen dat de boodschap duidelijk was. Mag jij Willem met je meenemen en dan kunnen jullie samen je pad vervolgen. Prima. Dan ga ik je weg. Succes. Let's go. Stap in, Willem. Spijt me, Willem, dat ik die trekker overhaalde. Nou ja, ben maar blij, want anders waren er meer mensen. Ja, maar alsnog. Die er zullen vallen. Piet en Lucas allebei jou dit aandoen.
Het is een gewaagde actie, dat kunnen we stellen. Zeker een gewaagde actie. Waar ben je al die tijd geweest? Ik heb jou heel lang niet gesproken en gezien. Willem is op Cayo Perico geweest. Cayo Perico. Cayo Perico, en daar ben jij lang niet geweest. Daar ben ik heel Willem lang niet geweest. Nooit. Wat Willem daar heeft gedaan, is het Mexicaanse kartel goed in bedwang gehouden. Niet zozeer in bedwang, maar wel goede connectie mee gehad. Oké. Okay. En omdat niemand dat heeft gedaan, heeft Willem nou een goede reputatie bij het Mexicaanse kartel. Oké, Willem. Makkes. Ik vond dit wel een gepaste locatie. Een gepaste locatie. Om jou af te zetten. Makkes. Ze zeggen dat een onderdeel van het avontuur het einde is. En het einde wat we nu hebben bereikt is tevens ook het dieptepunt van het avontuur. Hoe jij dit gaat doen, dat is de vraag. Hoe Willem dit gaat doen, dat is ook nog de vraag. Eén ding weet Willem wel. De familie die er was, die is er niet meer. Of we ze ooit terug gaan pakken, dat is de vraag. Maar voor nu, blijf op je hoede. En zorg erom dat je ook altijd achterom kijkt. Misschien nog wel vaker achterom dan van voren. Want tegenwoordig weet je niet wat er op je pad kan komen.